Van Henwijnen hoeft de boete van 113.445 euro die de gemeente Tiel had opgelegd, niet te betalen. De verplichting om in het Tielse pand Bellevue horeca te exporteren en het zo te behouden voor het publiek blijkt onmogelijk. Dat heeft de rechtbank in Arnhem bepaald. Dit is tegen de afspraken in die gemaakt zijn toen het pand in 1999 werd gekocht van de gemeente Tiel. Van Henwijnen kon destijds goedkoper het pand kopen met de voorwaarde dat er hoogwaardige horeca in gevestigd zou worden. Sindsdien zijn er een aantal initiatieven geweest, maar die zijn alle op niets uitgelopen. Door aan te geven dat Van Herwijnen het pand bewoonde, legde de gemeente Tiel de boete op. Van Herwijnen stapte vervolgens naar de rechter om de boete aan te vechten. En dat is nu gelukt. De gemeente gaat in hoger beroep.